rosacea is een huidaandoening die zorgt voor pukkeltjes en schilfeltjes en uitgezette adertjes. En dat geeft ook een rode kleur van het gelaat. Dat komt wat vaker voor bij vrouwen en dan meestal boven de leeftijd van 30 jaar. De oorzaak van rosacea is niet precies bekend, maar we weten wel dat zonlicht het erger maakt. Dus dat kun je beter vermijden. Sommige mensen krijgen het door bepaalde medicijnen. Prednison is daar ook berucht voor dat je daar huidaandoeningen van kan krijgen. Alcoholgebruik kan het zeker ook verergeren, maar soms komt het ook gewoon in de familie voor en is het een soort erfelijke aanleg die je hebt. De dingen die je eraan kan doen, hebben er ook mee te maken. Dus zorg dat je niet te veel in de zon komt of gebruik altijd een beschermer tegen zonlicht. Want die schade die is voor iemand met rosacea groter dan voor iemand anders. Het helpt vaak om de huid in te smeren met een crème. Liever niet met zalf, want die is vaak te vet en dat maakt de klachten vaak ook weer erger. Er zijn wel bepaalde medicijnen die de klachten wat kunnen verlichten. Bijvoorbeeld metronidazolcrème. Die kun je bij de huisarts krijgen en dat kan de klachten zeker wat verlichten. En er zijn nog een paar andere crèmes die dat ook doen. Als dat onvoldoende helpt, kun je ook antibiotica gebruiken. Maar het is wel zo dat als het weer wat rustiger is en je stopt weer, dat de klachten dan weer terug kunnen komen. Dus het is vaak een chronische klacht die blijvend last geeft en waarbij soms alleen maar helpt om het een beetje te camoufleren. Concealer bijvoorbeeld kan zeker helpen om de huid wat toonbaarder te maken. Als je bij rosacea ook last van je ogen hebt, brandende ogen, droge ogen, soms ook pijn in de ogen, dan moet je zorgen dat je prikkeling van de ogen vermijdt. Dus er niet in wrijven, want dat maakt het erger, maar zeker ook een rokerige omgeving vermijden, want dat irriteert ook al. Soms kun je ook wat kunsttranen gebruiken om de ogen wat te smeren, zeg maar. De oorzaak van rosacea is niet precies bekend, maar we weten wel dat het niet besmettelijk is. Je kunt het niet aan een ander geven, zeg maar. Je kunt wel proberen de klachten wat te verlichten met antibiotica en daar is doxycycline een goed voorbeeld van. Maar nogmaals, je kunt het niet aan een ander doorgeven.